Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij het BNG-journaal. Ik ben Roger Tros. Met Alberto Elli in de gele trui ging vandaag de 8e etappe in de Tour de France over 203,5 kilometer. Van Limoges naar Villeneuve-Soulan. Erik Dekker ging vanaf kilometer 1 op jacht naar punten voor de bolletjestrui. En dat lukt. Hij ging er op 30 kilometer van de streep alleen vandoor. De Drent uit Hogeveen wint een Tour-etappe en pakt ook de bolletjestrui. Ja, en afgelopen dag was het erg succesvol voor een Nederlandse team op de Olympische Spelen. Het aantal medailles werd in één keer verdubbeld. Van 3 stuks gingen we naar 6. Dit was allemaal te danken aan de volgende personen. Nou, zie je zich op. Inge de Bruin tijdens de finale 100 meter vlinderslag na een goede start naar een geweldige tempoverslinging is ze de eerste aan de kant aangetikt in een wereldrecord. Daar is het goud in een nieuw wereldrecord! In de finale van de 200 meter vrije slag is Pieter van den Hogeband in de 4 voor de rest gefinished. Ook voor hem is het een wereldrecord. Ik kan het zelf niet geloven. En als laatste Leontien van Morsel, die oppermachtig is in de finale van de baanwielrennen. De strijd is al aangesneden wanneer ze haar tegenstander heeft ingehaald. Maar ze rijdt nog even door, verscherpt hiermee het Olympisch record. Ja, en dit was het nieuws. Tot de volgende keer.